Vandaag een antwoord op de vraag van Rick. Rick is altijd een jongen geweest die de kantjes een beetje van afliep. Hij is heel vaak in het verleden op het matje geroepen bij zijn ouders, bij docenten, bij mentoren. Want iedereen zag en merkte dat Rick heel wat in zijn mas had. Dat hij in principe, in theorie, heel wat kon bereiken met zijn intelligentie. Maar door zijn houding, ja, zou hij dat nooit bereiken. Want, ja, hij liep dus de kantjes er vanaf. Hij had een VWO-advies gekregen, maar heeft er zelf voor gezorgd dat hij op de HAVO belandde. Want, ja, Rick dacht, voor wat ik later wil doen, heb ik een HBO-studie nodig. Dus waarom in vredesnaam zou ik dan VWO gaan doen? Ja, eigenlijk wel logisch beredeneerd. Vervolgens, op de HAVO, deed hij niet eens moeite om voor een tentamen of voor een examen zijn boeken open te slaan. Want hij wist toch wel, ja, ook al sla ik een boek niet open, ik snap de stof wel. Dus als ik daar ga zitten en ik beantwoord die vragen, ja, dan bereik ik vast wel net een voldoende. Nou, prima toch, dan haal ik het toch. Dus hij is regelmatig op het matje geroepen. Iedereen die zag van, als je nou net eventjes wat meer zou leren, dan zou je een veel mooier resultaat behalen. Zou je een veel mooier cijfer behalen. Dat is toch goed, dat is toch fijn. En ik dacht, ja, waar heb je het over? Halen is toch halen? Hè? Waarom zou ik langer met mijn neus in de boeken zitten als ik het zo ook wil halen? Wat maakt mij dat hogere cijfer nou uit? Want dat heb ik toch niet nodig. Als ik slaag, dan slaag ik. Kan ik gewoon naar mijn vervolgopleiding. En als ik minder met mijn neus in de boeken zit, heb ik meer tijd over voor andere dingen. En dat vind ik belangrijk. Ja. Had hij ook wel weer een punt. Ook later in zijn werk had hij helemaal niet de neiging om eerder op zijn werk te komen. Of langer te blijven. Om maar in het zichtveld van zijn baas te komen voor eventuele promotie. Of een verhoging van zijn loon of wat dan ook. Maar nee, dat vond hij totaal niet belangrijk. Hij had ook helemaal geen zin in een andere functie. Dit beviel hem wel. Dus die neiging had hij helemaal niet. Ja, Rick was dus totaal, tot voor kort, totaal niet prestatiegericht. Totaal niet perfectionistisch. Tot een tijdje geleden. Zo'n 2 jaar geleden is Rick gaan werken aan het verlies van zijn overtollige kilo's. Rick is een dieet gaan volgen. Wel eentje die lekker makkelijk was. Lekker in zijn straatje. Hij deed er niet moeilijk over. Hij was er hartstikke nuchter in. Oké, dat moet eventjes niet gegeten worden. Oké, dat moet even wel gegeten worden. Dat deed hij. En hij had resultaat. Net zoals hij alle andere dingen in zijn hele leven heeft aangepakt. Lekker makkelijk. Hij kon ook gewoon die knop omzetten natuurlijk. Hè. Sommige mensen die hebben allemaal labels aan. Oeh, dan mag ik dat niet eten. Dat vind ik moeilijk. En oeh, dan moet ik dat eten. Dat wil ik helemaal niet. Nee, voor Rick was het gewoon die knop om. Oké, als dat nodig is om gewicht te verliezen, dan wil ik graag. Dus dan doe ik dat gewoon. Hè, 2 vingers in zijn neus. En zo liep dat dus ook met zijn dieet. Maar wat merkte hij? Naarmate hij langer zijn dieet aan het volgen was, gericht op gewichtsverlies en hij gewicht verloor, merkte hij dat hij steeds prestatiegericht werd, steeds perfectionistischer. Nu was dus niet gewoon zijn taken afronden op zijn werk goed genoeg. Nee, nu ging hij dus wel eerder naar zijn werk. Had hij de ambitie om toch maar hoger op te komen. Als hij iets liet liggen of te makkelijk in was, ja, dan kon hij niet verkroppen. Hij kon geen rust krijgen zoals voorheen. Als hij een makkelijke houding had in zijn werk en alles maar net afkreeg. Nee, het moest perfect. En ook enig commentaar van collega's of werkgever, wat hij eerder langs zich heen liet gaan, want hij had zo gewoon zijn taak gedaan. Waarom dan die vergrotende trap? Nou, die vergrotende trap, die hoge lat, die was er nu wel. Sinds ik dus met zijn dieet aan de slag is gegaan en gewicht is gaan verliezen. Opeens is hij een enorme streber geworden. Dit irriteert hem, want dat past helemaal niet bij hem. Maar ik kan het ook niet laten, want ik kan geen rust vinden tot het moment hij perfectie bereikt. Op zijn werk,
Maar ook gewoon in andere sociale dingen. Als iemand hem wat vraagt, dan zal hij niet rusten totdat hij datgene heeft gedaan wat de ander hem vraagt. Nou, nee, dan dacht hij van, ja, los het zelf even op. Hij heeft een enorme prestatiedrang, drang om te presteren, om perfectie te bereiken. Om perfectie te bereiken in de ogen van een ander. Dat doet hem nu wel wat, waar eerder een ander zei van, ja, oh, als je dat talent hebt, dan wil je dat toch tonen, dan wil je dat toch benutten. En dan dacht hij eerder van, ja, waarom zou ik? Dat boeit me helemaal niet. Maar nu boeide het hem wel. Totale verandering. En de vraag van Rick is, hoe kan dit? Nou, Rick. Of jij wel of niet een drang hebt om te presteren. Of jij wel of niet perfectionisme nastreeft. Perfectie. En zolang jij niet presteert en zolang jij niet perfectie bereikt, die hoge lat die je hebt gelegd, geen rust kan vinden of jij dat ervaart of niet. Jij ervoert dat eerder niet, maar nu dus wel. Is afhankelijk van de signaalstoffen welke afgegeven worden in jouw lijf en de verhoudingen ertussen. Je hebt alertmakende signaalstoffen welke jou heel gefocust doen maken. Welke maken dat jij in een alerte stand staat, gefocust bent en jij niet kan rusten totdat jij je doel hebt bereikt. Je hebt ook rustgevende, kalmerende signaalstoffen. Deze zorgen ervoor dat je de houding hebt, als het vandaag niet is, dan morgen maar, hè. En ach, als ik iets niet bereik, hoe erg is dat? De verhoudingen tussen de afgifte van deze stoffen, maar ook de opname van deze stoffen in jouw hersenen, het gehalte aan deze stoffen in jouw hersenen, bepaalt of jij meer of minder prestatiegericht en perfectionistisch bent of berustend, ach, de kantjes er vanaf loopt. Wat is hier erg aan? Waarom zou ik zo'n hoog doel nastreven? Of iets dergelijks. Nou, eerder was jij totaal niet perfectionistisch en prestatiegericht. En nu dus wel enorm, hè? Dat betekent dat er een verandering heeft opgetreden sinds jij op dieet bent en afgevallen, in de verhoudingen tussen de afgifte van alletmakende, doelgerichte, gefocuste, fight or flight gerichte signaalstoffen ten opzichte van rustgevende, kalmerende, berustende, accepterende, nuchtere, relativerende signaalstoffen. Nou, wat is daarop van invloed? Jouw voeding is van invloed op de voedingstoestand in jouw lijf. Jouw voeding kan de voedingstoestand in jouw lijf verbeteren en goed helpen houden, maar jouw voeding kan ook de voedingstoestand in jouw lijf verslechteren. Wanneer er een verslechtering van de voedingstoestand in jouw lijf veroorzaakt wordt, dat kan door vele factoren, maar dus ook door veranderingen in je voeding, dan ervaart jouw lichaam stress. Want bij een slechte voedingstoestand is jouw lichaam niet goed in staat jouw ideale bloedsamenstelling te bewaken. En wat doet je lichaam dan? Dan gaat je lichaam stresshormonen vormen. En die stresshormonen, die beperken de afgifte en van rustgevende, kalmerende signaalstoffen en de opname ervan in de hersenen. En die stimuleren de afgifte van die alletmakende. Dus stresshormonen, een verhoogde afgifte hiervan als gevolg van een slechte voedingstoestand in je lijf, een verslechterde voedingstoestand in je lijf, zorgen voor dat meer gefocuste, doelgerichte prestatiedrang, perfectionisme en niet kunnen rusten totdat dat bereikt is. Wanneer jij met je dieet een goede voedingstoestand in jouw lijf bereikt en behoudt, een voedingstoestand die beter is ten opzichte van eerder, dan zul jij juist minder prestatiegericht ten opzichte van eerder gaan zijn en minder perfectionistisch. Dat doet vermoeden, Rick, dat jij met je dieet de voedingstoestand in jouw lijf ten opzichte van eerder
het kon verslechteren en dat jij dus met je dieet een verhoogde afgifte van stresshormonen ten opzichte van eerder hebt veroorzaakt en dat dit het gevolg ervan is: meer prestatiedrang, een hogere mate van perfectionisme.